Wat bedoelt Monique met deze mysterieuze post? Monique Westerberg, 42, heeft op haar social media een mysterieuze post gedeeld. In haar Instagram stories deelt ze dinsdag onderstaande afbeelding. Zo is te lezen in die cryptische tekst: voor alles in deze reis van het leven is een rechter en een linker vleugel. Voor de vleugel van de liefde is er woede, voor de vleugel van de lotsbestemming is er angst. Voor de vleugel van pijn is er heling, voor de vleugel van pijn is er vergeving, voor de vleugel van trots is er nederigheid, en zo gaat het nog even door. De tekst eindigt met: we kunnen alleen vliegen met twee vleugels en twee vleugels kunnen alleen in de lucht blijven als er balans is. En vervolgens is er een afbeelding te zien van een half mens, half vogel. Wat Monique precies bedoelt met de post, blijft vooralsnog onduidelijk. Terug bij André. Monique is sinds kort weer terug bij haar ex en de vader van hun kindje André Hazes. Ook noemde ze de korte relatie van André met Bridget en zei: Spoor, keihard gewerkt aan deze reis, maar het belangrijkste is de reis in jezelf die je aan het maken bent. Af en toe met harde lessen, maar die hebben we allemaal nodig in deze reis. 6 jaar geleden hebben we onze wegen samengevoegd en tja, soms is er even een zijspoor nodig die je weer op het pad brengt van je bestemming, schreef ze bij deze post. Over en uit met Bridget. Een kleine maand geleden reisde ex-vriendin Bridget Maasland nog naar Curaçao af om 3 dagen bij de zanger te zijn. André was daar met zijn band voor een optreden. Omdat zijn destijds ex Monique Westerberg en hun zoontje André Junior ook op het eiland waren, brachten Monique en André ook tijd samen door zonder Bridget. Daar zou de vonk weer zijn overgeslagen.